Ik ben voor mezelf begonnen in 1997. En dat was niet een hele bewuste keuze. Ik ben een jaar uit relatie geweest. Na een val op mijn hoofd. Echt in een neerwaartse spiraal beland. Ziek, zwak, misselijk, overspannen. En toen ik weer langzaam maar zeker wou beginnen, denk ik, moet mezelf beschermen. Als ik meteen een loodzware functie heb, dan gaat dat niet goed. Dus toen moet ik gaan freelancen. Dan had ik mijn eerste eenmanszaak. En sinds die dag was ik ondernemer. En waar ik me later over ben gaan verbazen, is inderdaad, je hebt heel veel mensen die ergens heel goed in zijn. Die in mijn ogen soms absurd astronomisch tarief daarvan mogen vangen. Maar goed, de markt betaalt het dus. Waarom werken die dan toch 80 uur? Dan zie ik wat voor uitzondering ik ben. Want als ik dan inderdaad denk van, hey, het is mei, het is prachtig weer. Dit lijkt me een prachtige dag om de natuur in te trekken. Nou, ik moet echt heel mijn contactenlijst langs. Wil ik überhaupt vinden iemand die tijd heeft. Want iedereen is al maanden weer volgepland met dit of dat. En ik ben enorm verknocht aan vrijheid. Ja. Ik creëer een soort chaos. Nou, die chaos komt in wat. Mijn ervaring is dat heel veel mensen, maar goed, jij zit langer, die iets met persoonlijke ontwikkeling doen, want ook deuren open trok dat die doelgroep, die hebben vaak een problematische periode gehad. Die zijn zoekend, ook zoekend in hun leven. En zoeken eigenlijk houvast. Hebben veel liever iemand, of dat nou waar is, die zegt, ik weet de weg. Ik heb de waarheid. Volg mij. Ik heb een stappenplan. Ik heb het zelf ook gedaan. Dus dan iemand die zegt van, ja, maar hè, pak je nou die rode, of welke pil pak je? Hè? Die vraag, heel veel mensen vonden het juist vervelend. Die vinden het veel prettiger als iemand de weg wijst, dan als iemand verwarring zaait van, ja, maar je kunt naar links, naar rechts, maar waarom ga je niet naar achteren? Echt groot aangepakt, mijn huis verhuurd, een open ticket richting Australië, rugzak, ik was 35 jaar. Nou, stiekem 35 niet, vond ik natuurlijk doodeng. Voor het eerst in mijn eentje op reis, dan kom je in Hongkong Airport met je rugzakje aan. Maar ook hartstikke spannend, dan gaat een soort adrenalinekick, ga ik daarin. Nou, vond ik een geweldige periode, ben ik 3 maanden met een huurautootje door Australië getrokken, in Indonesië geweest. Dat viel zo goed dat ik daarna als een gek ben gaan snabbelen, 9 maanden lang factuurtjes heb gestuurd en ben ik weer 3 maanden weggegaan. Maar toen merkte ik ook alweer, de eerste keer toen ik wegging, ging ik weg in de zomertijd. Dat was mij als ondernemer een slappe periode, ik was freelancer, dus freelancers bellen ze als het druk is, dus vaak in die zomermaanden dan. En de tweede keer, ik wou naar Nieuw-Zeeland en dat is het beste in de wintermaanden, dat was eigenlijk mijn piekperiode. En toen zei de opdrachtgever van, ja maar Karel, je gaat toch niet in dit soort maanden, pas op voor je bedrijf en misschien hebben ze je straks niet meer nodig. Dan zie je heel veel de angstgedachte. Ik denk van, nee, ik wil naar Nieuw-Zeeland. Hartstikke mooi. En ik heb zoiets van, dat is dit geloof dan wel van, ja als ik dan blijkbaar goed in mijn vak ben, ja dan bellen ze me wel weer in januari. Dus ik denk dat je met wat je meegekregen hebt het beste van moet maken. En ik denk dat je een soort basis hebt meekrijgt aan kwaliteiten en die kun je ontwikkelen. Dus ik heb denk ik een scherp observerend vermogen en weet dat te vertalen in allerlei analytische gedachten. en dat is denk ik kwaliteit. Ik heb ook wel eens dat ik zelf een stukje schrijf van mijn weblog en ik voel gewoon intrinsiek, dit klopt voor mij. Dit is mijn waarheid dit moment, dit is mijn kijk op de wereld, dit is niet perfect. En ik voel gewoon per zin dat dit lekker klopt en dan heb ik een stukje geschreven, ja. Karel, is goed. En ook als de buitenwereld dat net zegt van waar verhaal, is het mij nog steeds goed. Mijn voornaamste doel in het leven is, heel simpel gezegd, zoveel mogelijk gelukkig zijn.